Leerlingen van een aantal basisscholen hebben een schilderij gemaakt. Een heel mooi schilderij, dat heb je binnen gezien. Om de democratie eigenlijk uit te beelden. En dat hebben ze dan allemaal op hun eigen manier vormgegeven. En de wedstrijd hield in, ja, dan moeten natuurlijk ook de mooiste zijn. En die klas hebben we net ook in het zonnetje gezet. We hebben een heleboel basisscholen gehad die, die inderdaad de handschoenen hebben opgepakt. En een mooi schilderij hebben ingeleverd met als thema, wat de wethouder zegt, democratie. Want we hebben gedacht, ja, de kinderen mogen nog niet stemmen, die zijn jonger dan 18 jaar. Maar we willen ze natuurlijk wel aanmoedigen om een beetje met dat thema democratie bezig te zijn. En dan zie je dat dat op een hele leuke manier is vormgegeven. Overigens vind ik op een hele volwassen manier ook. We hebben een voorbeeld gezien van een Griekse tempel. Wat toch daarmee uitbeeldt dat de democratie uit het oude Griekenland komt. We hebben een uitleg gekregen over de wetgevende macht, over de uitvoerende macht. Ja, ik was er zeer van onder de indruk. De wethouder heeft uiteindelijk mede die keuze ook bepaald. Maar een van de, wat een heel leuk element was, was dat bij de rank hadden ze een wereldbol. Waar had je dus eigenlijk, nou ja, daar kun je in lezen de symboliek dat je het zou toewensen dat iedereen op de wereld mag stemmen. Dat lees ik er althans in. En de uitleg die erbij werd gegeven vond ik heel interessant, dat in veel landen, heel anders dan in Nederland, je vinger in het inkt moet dopen. Ten bewijze dat je al hebt gestemd, hè, om stembusfraude voor te zijn. En dat hebben de kinderen hier ook gedaan. Dus die hebben hun vinger in de inkt gedoopt. En met al die vingerafdrukken, zeg maar, hebben ze dan die wereldbol vormgegeven. Dat vond ik toch een hele leuke, kunstzinnige manier van het uitbeelden van het thema.